let's shake our heads and get in the car. Forget those things we said, making love under the stars. Het staat leeg inmiddels 4 jaar, want er is inmiddels al minstens een decennium geen onderhoud meer geweest aan dit pand. En het is 7 jaar lang gekraakt geweest, met ook huurders die in het pand woonden op een gegeven moment. En die zijn er toen vrij hardhandig uitgezet. En toen is het pand dichtgetimmerd en is er verder niks meer mee gebeurd. En het is onze bedoeling om het pand op te knappen en bewoonbaar te maken. Can people stand in front of the door next to the fucking door? On! Go! No, it's this one, but it's not. Okay, we're gonna go. We worden deze kant op, jongens, want ze zijn er niet binnen. We zijn er wel binnen, hoor. We zijn er wel binnen. Ja. De woordvoerder dan? Jullie? Gaat u even niet komen? Jullie even hier komen staan dan? Jullie gaan binnen? Ja, dan mogen we dat dan constateren. Dus dat jullie van de kant gaan? Ja, de mensen die binnen zitten, ik denk niet dat ze jullie binnen willen laten. Nee, okay. Goed, jullie gaan gewoon nu even van de kant. Wij willen constateren of de deur nu binnen, of jullie binnen zijn of niet. Ja? Dus nou, kan wel even iemand uit het raam zwaaien. Zeg je? Heb jij die filmopname? Nee. Gewoon niet wat je zegt. Ik hoor wel tegen de deur aan tikken. Dus laten we even zien dat de deur open is dan. Ja, die zit niet ook niet dicht. Oké, maar laten we even zien dat die dan open is. Ga je een nieuwe ruimte maken of niet? Ja? Als het gekraakt is, is het gekraakt. Dan gaan we gewoon weg, gaan we leegstand constateren desnoods. Als je dat wil. Als je nog niet open is, dan gaan jullie. Jullie gaan gewoon even niet al weg voor de deur. Ik zorg wel even dat er iemand een signaaltje van ja. Binnen naar buiten geeft. Regel iemand die bij het raam komt of zo. Jullie weten toch ook wel precies hoe het werkt of niet? Als jullie nog niet binnen zijn, dan ga je er gewoon weg. Kan iemand dat raam hangen? Hallo? Kan iemand dat raam hangen? Ik bedoel, je moet heel even bij het raam komen. De politie wil per se naar binnen omdat ze niet geloven dat we binnen zijn. Maar je moet eventjes iemand gezichtje voor het raam laten zien. Kan er iemand uit de raam hangen? Oh, nee. Gewoon hang out the window! Ja, daar is een daar, de bewoners. Ja, nu! Nee, niet open doen, maar uit de raam hangen! Ik wave from the window. Nee! Op 10 jaar trouwens. Dat 10 jaar leven. 10 jaar? Ja, dat is wel de tweede of derde keer gekraakt nu hoor. Telkens weer van leegstand ontruimd. Zeg zonde. Ja, nou. Ja, jongens. Sinds 2003, ik ben pas in 2009. Ja. Sinds 10 jaar gebeurt er eigenlijk niks met het pand. Dat werd al op een ontruimingslijst gezet. Toen hebben de mensen dat verlaten. Sindsdien is het staat compleet leeg. Dus beneden komt het allemaal dicht getimmerd. Je zegt 2003, volgens jullie onderzoek? 2003 is het in de gemeenteraad geweest.
Ja, omdat de laatste huurder bezwaar maakte tegen de sloopvergunning. Ja, en dat was ook die huurder heeft nog een rechtszaak met de eigenaar. Ja. Op een gegeven moment hebben ze buiten de rechter om zijn tot een schikking gekomen. Kreeg hij een andere woning. En ja, die willen dat alleen maar slopen, en, maar ze hebben op dit moment de middelen niet. We hebben zelfs bij de KVK de jaarverslagen gekeken en inderdaad het vermogen daalt. Je ziet dat het aan het verloederen is. En wie is de eigenaar van het pand? Dat is het bedrijf dat hiernaast zit, die prins van Oerzaal. Oerzaal. Ja, dat hebben we. Hoor? Oerzaal. ORS. Dus is jullie keuze? We kunnen nog even vragen, maar ik heb aangegeven dat ze niet te willen. Oké. Okay. Maar goed, is hun keuze. Dan houden we voorlopig even hierbij. Ja. Ja? Maar filmbeelden, dat is geen optie? De wat? Even binnen filmen. En dan kunt u zien, kunt u zien dat het leuk is. Oké, ik kan filmen? Ja. Ja, is goed. Ja, ik weet niet of je kan filmen. Go, go, go. Oké. Okay. Zo, hoppa. Oké. Wow, stink. Oké, fucking hell. It's like, dit en dat. Ja, nou het plan, ja, dat heb ik net al ook al verteld. Dus, ja, het is echt het opknappen van het pand. We willen zorgen dat het ook voor de buurt een betere uitstraling heeft. Want ik bedoel, het pand hier, dat is niet, ja, het ziet er nu echt niet uit natuurlijk. Maar daar willen we dus wel aan gaan doen. Het is veel werk binnen. Ja, het is heel veel werk. Het is heel veel werk. Maar ja, we gaan het zo snel mogelijk gaan allemaal opknappen. Aan de redactie ging helemaal prima. De politie is langs geweest om even te controleren dat het allemaal helemaal prima verlopen is en zo. En ja, daar hebben we maar even mee gepraat en het ging prima verder. Let's never surrender.